Ik heb geen recht om deze video te maken. Ik heb echt 0,0 recht om deze video te maken, maar ik doe het toch. Kijk, ik had mezelf beloofd dat ik nooit meer dit soort video ging maken. Nooit meer over dit onderwerp, omdat ik niet mag. Het is 1 september, het is de eerste keer in heel mijn leven dat ik geen zelfmoord wil plegen op deze datum. Ik sta bekend als België's meest schoolhatende jongen. Maar je mag niet iets haten waar je niks mee te maken hebt. Dus daarom kon ik er geen video's meer over maken. Maar snap je? Mijn kanaal is opgebouwd uit schoolhaat. Dus kijk. Het is waarschijnlijk al meer dan een jaar geleden dat ik nog een video heb gemaakt over school. Het is al bijna een jaar geleden dat ik gestopt ben. Vandaag maak ik deze video. Want jij was beter thuis gebleven vandaag, omdat je allemaal dingen gaat meemaken dit jaar waarvan je gaat zeggen: shit, doe ik dit allemaal voor het diploma? Nope. Ik ga jouw toekomst voorspellen. Ik ga dingen voorspellen wat jij dit jaar gaat meemaken. En dan ga jij, als het gebeurt, denken: wow, Ace het heeft dat eens gezegd in een video. Shit. Dus deel deze video met al je vrienden. Stuur ze naar hun tags hieronder. Stuur deze video op met de post. Ik weet niet hoe, maar oké. En voor elke vriend die jij deze video laat zien of zo, gaat er één leerkracht dood. Je mag niet kiezen welke. Dus als jij nu een hele mooie leerkracht hebt voor sport en je wil niet, dan ja, sorry. Ik kies ook niet wie hier sterft. Oké. Okay. Let's do this. Vandaag is de minst favoriete dag van iedereen, behalve als je verjaart op 1 september. Maar ik bedoel, als je verjaart op 1 september, dan... ja, dat ben je gefokt, maar oké. Wat ga jij nog allemaal meemaken dit jaar, waardoor je liever mij zou zijn en geen diploma zou hebben? Je gaat ruzie hebben met je ouders, omdat je slechte punten hebt, dat dan gaan ze zeggen: hey, je moet meer leren, je doet geen fuck voor school. Dan ga jij zeggen tegen je ouders van: nope. Dan ga je een rapport krijgen, ga je inderdaad fucking slechte punten hebben, dan ga je weer ruzie hebben met je ouders. Dan ga je op een bepaald moment doorhebben van: wow, shit, eigenlijk elke keer als ik ruzie heb met mijn ouders, gaat het over school. Conclusie: kijk, stoppen is geen optie. Dus je gaat sowieso ruzie hebben met je ouders van school dit jaar. Er gaat sowieso iemand in je klas zitten waarvan je gaat denken: ach, kut, zo, niet meer. Die persoon blijft elk jaar in je klas, hoe graag ik ook wil dat hij fucking oprot. Die komt elk jaar terug. Het is zo'n guy, je weet niet wat hij heel de zomer heeft gedaan. Hij heeft niet echt vrienden, nee, hij blijft ook gewoon. Maar hij doet gewoon niks. Je weet niet wat die persoon doet in het weekend. Je weet niet wat die persoon doet na school. Je weet eigenlijk echt niks van hem, maar eigenlijk zit je wel al 5 of 6 jaar met in mijn klas. Je weet alleen zijn naam. Voor de rest weet je zo één hobby die hij doet. Meestal is dat zoiets fucked up. Misschien verzamelt hij oude stripboeken of zo. Of blikjes energiedrank. Snap je, die guy, zo de vage guy die je ook nooit ziet op de speelplaats. Je weet niet waar die guy is. Hij hangt zo ergens op het toilet of zo. En dan, ach, de enige vriend in de klas is de leerkracht. Die personen moet je mijden. Die personen moet je echt gewoon afstand van nemen. Want die stinken ook elke keer naar fucking zweet. Ik meen het. Met die persoon wil je niet in dezelfde kleedkamer zitten na sport. Ik meen het. Vijvers onder die oksels. Ik meen het. Dat zijn nieuwe rivieren. Maar oké. Okay. Wil je die persoon dan blij maken? Koop gewoon een bus D of zijn verjaardag of zo. Of koop zo'n zeeppakket. En geef dat aan hem. Dan maak je zijn dag ook goed. Maar je weet niet of die persoon doucht. En nog 302 dagen voor het weer zomer is. I feel your pain. Ik wil zeggen, ik ben mee met jullie, maar ik... nope. Ik had vandaag geen stress of zo. Ik heb geslapen tot 1 uur. Vanaf vandaag ga je weer elke dag opstaan en gewoon zoeken naar een geweer of zo. Naar een overdosis pillen die ergens in je kamer ligt. Elke ochtend ga je die wekker horen afgaan. Je gaat denken van: ik wil stoppen. Je gaat denken: is mijn studie dit wel waard? Is het waard om dit allemaal te doen voor een diploma? En elke keer gaat het antwoord nee zijn. Dan komt je mama in je kamer met, weet ik veel, met een baseballbed of zo. En dan dreigt ze om je schedel helemaal kapot te slaan als je niet uit je bed komt. Dus dan moet je opstaan. Dat is het pijnlijkste. In mijn ogen is dat het allerpijnlijkste. Opstaan en naar school gaan, want het heeft geen nut. Je staat op voor niks. Als je werkt in de zomer, dan sta je op en dan is het ook kut. Maar je gaat gaan werken en je verdient geld. Naar school, je staat op voor niks. Je gaat echt zonder reden naar school. Soms ga je opstaan en je weet gewoon dat je dingen niet hebt afgewerkt. En dat je dingen gewoon moet geven aan leerkrachten, maar dat je dat niet hebt. En dan ga je gewoon opstaan en denken van: ik ben gefokt. Als ik naar school ga vandaag, dan ben ik gewoon gefokt. Meestal blijf je dan thuis. Maar snap je, als je mama daar staat met die baseballbed, dan kan je niet zeggen tegen haar: kijk, ik heb heel veel shit dat ik vandaag moet geven aan leerkrachten, maar gisteren heb ik andere dingen gedaan en ik heb niks gemaakt. Waarschijnlijk is je schedel dan al echt geslaan. Snap je, je moet nog altijd naar school, je moet die shit nog altijd aan je leerkracht gaan geven. En dan voel je zo je hart kloppen als die leerkracht binnenkomt. Zo van: fuck, hopelijk vergeet ze het. Want dan is het eerste wat ze zegt gewoon: taakjes, alsjeblieft. En dan zit jij daar.
Dat gevoel, ik ben zo blij dat het weg is. Ik kreeg stress daardoor, ik kreeg allemaal ziektes daardoor, ik kreeg haaruitval daardoor. Het volgende probleem dat ik ook altijd had na de zomer, je moet weer schrijven, bedoel. Het is iets middeleeuws, je moet weer met je hand schrijven, bedoel. Je hebt dat 2 maanden niet gedaan nu. Hoe de fuck ga je dat weer doen? Je moet weer alles leren. Je weet niet of je rechts of links handig bent. Je moet weer zo een rare beweging maken met je handen en zo je naam schrijven, bedoel. Het kan zelfs zijn dat je bent vergeten wat je naam is. En elke keer op 1 september kom ik terug en ik had dit mythische voorwerp 2 maanden niet gezien. En dan moet je het zo weer gebruiken en dan moet je zo je naam er weer mee schrijven. Fucked! Doe het niet. Schrijven, dat is voor fucked op mensen. Als die leerkracht zegt van je, ze geeft je een toets en zo, dan zeg je gewoon: ik kan het niet meer. Het kan niet meer. Yo, I'm out. Dat is een reden om te stoppen met school, snap je? Zo kan je makkelijk stoppen met school, man. Je kan niet zomaar naar de directeur gaan en zeggen: kijk, in de zomer ik heb afgeleerd om te schrijven. Ik moet nu weg. Bye. Ik weet niet of veel mensen van jullie dit hebben gezien, maar dit was ik in het 6e leerjaar. Toen dacht ik dat ik nog een diploma ging hebben. Deze foto, dit is het dichtste dat ik ooit ben gekomen bij afstuderen. Ik bedoel, ik had hoop. En ik had echt lelijke tanden. Maar ik had hoop. Dat is het belangrijkste. Hoop. Hoop op een diploma dit jaar. Want als je het fokt, dan ben je een jaar naar school gegaan. En heb je een jaar de vreselijkste shit meegemaakt voor niks. Want je doet het toch weer opnieuw volgend jaar. En dan lachen die leerkrachten weer. Want zij verdienen er toch geld mee. Ik moet oppassen, want door deze video, ik ben weer zo aids aan het kweken. Wow, what the fuck? Je uiterlijk is ook weer belangrijk. Je kan elke dag, zoals mij, fokt op naar school gaan. En geen fok geven hoe je eruit ziet. Maar snap je? Dat lukt alleen in september en oktober. Vanaf dan is het weer belangrijk. Je moet er weer goed uitzien. Je moet weer zo een beetje leuk overkomen naar iedereen. Misschien is er wel zo één chickie op je school waarvan je denkt van... Dan moet je zorgen dat je haar goed ligt, snap je? Je moet vroeg opstaan in de ochtend om die goede gel in je haar te zetten. Om zo die strakke haarlijnen achter te zetten. Stel je voor, het is zo één ochtend dat lukt. Eén ochtend, je haar is... Het is gewoon fucking nice. En dan sta je er in je badkamer en je denkt van... Hey, chickie, I'm gonna fuck. Kijk, denk dat niet. Vergeet dat. Je moet nog naar school. De dagen dat je haar perfect ligt, is het waarschijnlijk aan het stormen buiten en is het windkracht 1000. Dus je haar wordt helemaal weggeblazen. En door die regen wordt je hoofd dan ook kletsnat. En alle gel gaat dan uit je haar. En je haar ligt dan plat. Dan lijk je weer op zo'n verlepte dwergaap. Die ergens losloopt en die fokt op is. Dat gaat gebeuren. Dat gaat heel veel gebeuren. Dat gebeurde bij mij altijd toen ik lang haar had. Ik had dagen dat ik opstond dat mijn haar gewoon... Want dan kwam ik aan op school en toen was het... Ja, nee. Dat zijn de ergste dagen, snap je? Dan loop je door die gang, je haar fucked up. Je weet dat het fucked up is. Je kan niks doen. Je hebt geen kit bij om even je haar weer recht te zetten in de badkamer van school of zo. Ik bedoel, die toiletten, daar wil ik niet eens over praten. Jullie gaan terug naar de wc gaan waar je niet kan kakken. Je gaat van 9 tot 5 naar school en je kan 9 uur niet kakken op school. Dat mag niet. Dus je gaat weer die spier moeten kweken aan je lichaam om 9 uur niet te kakken. Gewoon zorgen dat je naar het toilet gaat voor school. Dan snap je, dan heb je weer meer tijd nodig in de ochtend. Dan moet je vroeger opstaan en je hebt je slaap nodig, dus... Nope. Wat je ook weer hebt is dat je vroeg moet gaan slapen. Want dat je anders gewoon niet op school komt. Of wel op school komt, maar eigenlijk niet bent. Snap je, je zit dan in dat lokaal. Doe je ogen dicht. En dan voel je zo'n geweldig gevoel. Snap je, je ogen zijn dicht. Je kan zo half slaapje doen. En dan moet je je ogen weer open doen. En dan doet het gewoon pijn. Het is gewoon een brandend gevoel in je ogen. Je wil gewoon je ogen weer dicht doen en weer zo slapen. Dan wil je gewoon weer je mat nemen. En hem voor je hoofd houden. En dan slaapje doen en zo. Maar dan komt die leerkracht. En dan slaat die leerkracht je map weg. En dan word je zo wakker. En dan zit je ineens in een les. En dan heb je zo 10 minuten alles gemist. En dan weet je niet waar de fuck dat je bent. En dan raak je in paniek en zo. Dit zijn de redenen waarom ik echt niet terug naar school wil. En ik denk dat iedereen me kan volgen in deze dingen. Want deze video is zo relatable als fucking... douchen. Snap je? Je gaat ook weer rugproblemen krijgen. Je boekentas is altijd 15 kilo te zwaar. Er zitten altijd dingen in je rugzak die je helemaal niet nodig hebt, maar die er toch heel jaar in zitten. Zo 10 baksteen of zo. Een pc-scherm die ook in je rugzak zit, die je eigenlijk niet nodig hebt, maar die zit daar toch in. Je rug gaat doodgaan dit jaar. Elk jaar gaat je rug weer door en in de zomer komt dat zo weer goed en dan recovert je rug helemaal. Maar dan vanaf september tot juni, onze ruggen zijn dood. Elke student heeft gewoon een rug die fucked up is. Als ik later rugklachten heb, dan klaag ik mijn school fucking hard aan. Dan... Ik had er niks mee te maken hoor. Het waren jullie rugzakken en jullie 10 mappen dat ik daar moest insteken per dag met al die fucking blaadjes in. Geen zin. Er gaat ook weer veel te veel geld opdoen aan stilo's. Tenzij jij de stilo-dief bent. Hey, heb je nog een balpen voor mij? Dank u. En dan nemen we die balpen en dan 3 minuten later is die weer op wonderbaarlijke manier weg. Geen idee waar al die pennen naartoe zijn gegaan, maar ik verloor ze altijd. En op het einde van de les vraagt die guy zijn dingetje terug. Hey, mag ik mijn balpen terug? Wat? What are you talking about? Dan ga je weg uit de les. Dan heb je nog altijd geen balpen. Ik bedoel, dan moet je de volgende les weer iemand zoeken. En heel je klas weet dan al dat jij nooit dingen teruggeeft. Dus dan, je kan niet met je vingers schrijven of zo. Dus je moet dan pennen toveren of zo. Ik weet het ook niet hoe ik het deed, maar oké. Dus, ladies and gentlemen. If you like this video, be sure to smash a thumbs up on this video. My name is Acid. Ik ga niet naar school. Dus ik had geen geldige reden om deze video te maken. But I did it though. En, ja.
Nu ga ik geen huiswerk maken. En ga ook niks doen. Dus veel succes met jullie agenda in te vullen. Want jullie moeten zo'n heel jaar invullen, snap je? Zo dagen invullen, zo datums invullen, zo woe. Veel succes daarmee. Ik ga dat niet doen. I'm out. Bye. Veel succes op school. Per likeje, 1 dode leerkracht.